Ja, teruggevonden Raspberry Pi, eindelijk. Hij zit nog in de verpakking. Maar de rood met witte doosje. En hier zit het computertje in een papieren zakje. Nou, die gaan we eens even in elkaar zetten zo. Dus is de nieuwe computer voor het DSTA gedeelte van PI3XTV. Ja, computer. Als je vergelijkt met mijn hand is die echt heel klein. Nou, het computertje is een behuizing. Het behuizingje ligt er nog naast. Dat is het hele ding, hè? Ik heb wel grote handen, moet ik zeggen, hoor. Het zijn leuke behuizingjes hier. Je kunt alles zonder schroevendraaien doen. Je kunt alles gewoon dichtklikken. Het is allemaal zo gebeurd. Aansluitingen. Voeding. Hoe heet dat? HDMI. En het geluid. Hier twee lampjes. Hier gaat het micro SD kaartje in dat als harde schijf dient. En hier de ethernet en vier USB aansluitingen. Nou, inmiddels zou hij wat moeten doen. Ik hoop dat het gelukt is om hem aan te melden bij het netwerk. Ja, dat is dus ook het geval. Ik weet niet of het te zien is. De tweede van boven is PiStar. En dat is het kleine computertje. Nou, dan gaan we eens even inloggen. Dit is de website die hij genereert. Als het goed is, zou ik daar moeten kunnen inloggen. Er is nog niks geconfigureerd. Maar ik ben niet helemaal zeker wat het wachtwoord is. Dus dan moet ik even kijken. Nou, inmiddels ben ik dus ook ingelogd. Zoals te zien is er nog niks geconfigureerd. Dus dat ga ik gewoon eerst eens even bekijken. Wat er allemaal moet gebeuren. Maar in ieder geval werkt het. Dat is mooi. Eens kijken, misschien dat ik vanavond de repeater dan wel kan herstellen. Ja, ik moet nog wel eens even kijken hoe het allemaal in elkaar steekt. Volgens mij moet ik me daar nog even inlezen. Het is inmiddels 3 dagen later en de Raspberry Pi in de repeater die werkt vlekkeloos. Met PiStar. En hier zit ik met voor me weer een Raspberry Pi 3. Alleen dit is een B+. Die heb ik wat later gekocht. Heel recent. En die is voor het digitale gedeelte. De digitale data van het analoge deel van PI3XTV. Onder andere komt daar in een extra identificatie die laat horen welke modules van de repeater op dit moment zijn ingeschakeld. Ik weet nog niet precies hoe dat vorm gaat krijgen, maar dat gaan we ook zien. En daarnaast onder andere chat en zo zijn er nog wat meer dingen. De koppeling met de IRC-server die gebeurt met dit computertje. En die gaan we dus nu configureren. Iets ander behuizingtje, maar dat maakt helemaal niet uit. Het mooie is als de behuizingtjes wat verschillend zijn, dan haal je ze ook uit elkaar. En ja, ik koop meestal zo'n standaard pakket met Raspberry Pi voelentje en een micro SD kaartje erin, dat is het goedkoopste. En deze die waren een paar weken geleden in de aanbieding. Iets van 20% korting. En ik heb eigenlijk wel spijt dat ik niet nog een tweede gekocht heb, maar goed. We gaan het even configureren. Ja, het behuizingje is heel wat minder gecompliceerd. Met ontbrekend zijwandjes, de bekende rood-witte. Die ook in andere kleuren te krijgen trouwens. Die heeft hier wel minder koeling dan deze, dus dat is wel prettig. Dat deze wat meer heeft. Maar die is, die is wat meer configureerbaar. Dan kun je het dekseltje afhalen en een displaytje inzetten. Deze Raspberry die zit gewoon los in de verpakking. Die eerdere die zat in een papieren zakje. Ook niet antistatisch of zo. Maar deze zit gewoon los in het doosje. Ik zit met mijn voet op een metalen tafel om de statische lading. Ik zit op blote voeten. om de statische lading weg te krijgen. Dus vandaar. En nu springt de televisie op de achtergrond aan. Die gaan we zo even een duw geven. Kijk, het computertje. Dat leg je gewoon in de behuizing weer. En de behuizing heeft een klikbevestiging, zoals meestal het geval is. Ik heb hier geen plastic voetjes gevonden die er normaal wel bij zitten. Dus misschien zit het nog in het doosje, ik weet het niet. In ieder geval het dekseltje, dat komt er zo op. Als het goed is kun je dat er zo opleggen. Ik moet eens kijken of het met één hand gaat. Maar we zullen het meemaken.
Nou, ik heb toch bijna ander nodig. Dus dat gaan we eventjes doen zonder de camera erbij. Nou, dat ging aanvankelijk dus toch iets minder makkelijk dan ik gedacht had. Maar inmiddels zit hij dicht. Hier kun je de lampjes zien volgens mij. GPIO connector. 4 USB aansluitingen, Ethernet. Dat is die andere. Hè. En hier weer links de voeding. Rechts het audio en in het midden de HDMI aansluiting. Het lijkt haast alsof deze kleiner is. Dat zou best eens kunnen hoor. Er zitten meer paneeltjes die gestapeld zijn zeg maar op die andere behuizing. Dit is een mooi klein behuizingtje. En dan moet ik kijken vergeleken bij mijn hand. dat dit een volledige computer is. Hè? Ongelooflijk. En we hebben dit adaptertje er nog bij. Hier gaat het micro SD kaartje in. Dat ga ik zo doen. Dan gaan we eens kijken of hij zich op het netwerk aanmeldt. Hè. Je kunt zijn bestandje op de schijf zetten. En dat pakt hij dan in de eerste instantie, de eerste keer dat je hem opstart. Daarna doet hij dat niet meer om veiligheidsredenen. Maar alleen als je de eerste keer als je hem opstart, dan vist hij dat bestandje uit de bootmap. En vervolgens configureert hij draadloos internet. En bij deze zit draadloos internet erin. Ik weet niet of het te horen is, maar Roderick is weer vervelend. Maar het draadloze internet zit hierin. En deze is zelfs 5,6 en 2,4 gigahertz. Want het is een plus. Een 3B plus. Dus je kunt hier ook portotjes van maken. Dat wil ik eigenlijk ook nog eens een keer doen. Voor 2,4 en 5,6 gigahertz. Dat is ook wel leuk. En 5, ik weet niet of 2,4 ook in de amateurband gaat. Maar 5,6 zeker wel. Ja, je overbrugt daar geen mega afstanden mee. Maar er is SDR software voor. En je hebt eigenlijk alleen een audio interface verder nodig volgens mij en verder niet. En dan kun je ermee zenden en ontvangen. Nou, Roderick is erg vervelend. Ik weet niet of het te horen is, maar die om een of andere reden loopt hij op de deur te bonzen en te gillen. En hier heb je de rode nozem. Hey, wat is dat nou voor geklier? Kijk eens in de camera, Roderickje. Hey, is die nog scherp? Kom eens. Hey, wil je niet kijken? Roderick. Ja, daar is hij. Het mannetje. Let op, ook deze werkt dus. Raspberry config. Dit computertje is bedoeld om in eerste instantie een nieuwe image te maken van het nieuwste besturingssysteem. Met de nieuwste versie van SWX Link. En die gebruik ik dan voorlopig als bron voor alle andere apparaten. Dus diezelfde image die ik op een extra klein schijfje configureer. Die is bruikbaar om op andere Raspberry's ook te installeren. En dat is wat ik ga doen. Ik ga steeds deze versie gebruiken voorlopig. Totdat er weer een nieuwe major versie uit is. Maar dan zijn we misschien wel een jaar verder. Eerst de configuratie maar eens doen. En dan compileren. En dan met GNU Radio erin. Want ik wil ook verschillende Raspberry's gebruiken met een DVB-T-stick als ontvanger voor de repeater. Ja, en dit is dus het hele computertje. Ingeschakeld er wel, is gewoon wat je net op het scherm zag. En wat aangesloten is, dat is de voeding. En voor de rest werkt alles wireless. Het hele compileren en het hele gebeuren kan ik vanaf een schermpje. Ik zie een beetje een ledje glinsteren volgens mij. Of het is een printspoortje. Maar in ieder geval de hele configuratie die kan via een terminalvenster gedaan worden. Ik kan ook bureaublad inschakelen, maar dit soort dingen, dat werkt het snelste vanaf een terminal. Dus ik log in met SSH. Dan hang ik verder geen toetsenbord of beeldscherm aan. Alles zit gewoon op de PC. Dit schermpje is dus het scherm wat via SSH komt. Dus in het programma PuTTY. Nou, we gaan er eens mee aan de gang. En dit computertje wordt uiteindelijk het computertje waar de data-experimenten op gedaan worden. Misschien zei ik dat zo pas al. En er zit nog een Raspberry Pi 3 in de repeater zelf. En de bedoeling is dat dit is dus een kopie van dit kaartje wat ik nu ga compileren. Zo'nzelfde image uiteindelijk in de repeater komt te zitten. Er zijn een aantal dingen die momenteel niet werken omdat de software al verouderd is. Ik ga ervan uit dat dat dan werkt. En zodra dat het geval is, ga ik dit ding als remote TRX configureren. En daarmee kan ik dan het datagedeelte werkend maken. Hij communiceert dan via IP met de hoofdcomputer, met die andere Raspberry. Het maakt ook niet uit waar het ding opgesteld is in huis, omdat het ding alleen met datafuncties en internet verzorgt.
Dus hij wordt gekoppeld aan de chat, de IRC-chat bijvoorbeeld. Maar je kan dat ding gewoon ergens wegmoffelen en maakt niet uit. Eén draadje eraan klaar. Het moet niet te ver bij een wireless access point vandaan zitten. Maar ja, deze heeft 5,6 gigahertz. Dus de verbinding is eigenlijk dan wel altijd gegarandeerd.